Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het Suriname Multiple Indicators Cluster Survey MIX 2018 rapport gelanceerd. MIX is een onderzoeksmethode om de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen. Wij leggen de focus op dit moment. Zoals u gehoord hebt, hebben we dus we zijn de voorbereiding gestart in 2017 al. Hè? En een belangrijk deel van het technisch werk is ook in 2017 afgewerkt. De listing, hè? Dus dat is een beetje technisch. Als je geen algemene telling gaat houden, je doet een steekproefonderzoek, hè? Een sample survey, dan moet je, omdat er natuurlijk na de laatste volkstelling, die is bij ons in 2012 geweest, dan vinden er veranderingen plaats. Dat betekent dat je eerst een voorbereidend veldwerk moet verrichten. Je gaat het veld in en je gaat listen wat is er veranderd, wat is er bijgekomen, wat is eraf gegaan. Dat list je om een behoorlijk steekproefkader te hebben. En op basis daarvan ga je dan je mixclusters trekken. Die clusters, dat zijn dus kleine eenheden, omdat er een clustersteekproef is getrokken. Dat is efficiënter dan een gewone enkelvoudig aselecte steekproef. In 2017 gestart met de voorbereiding. De daadwerkelijke dataverzameling die heeft vorig jaar plaatsgevonden, zoals ik aangaf, van maart tot en met augustus. En nu is het de launch van de resultaten van dat onderzoek. Op pagina 1 van de jaarrede 2019 stelt president Bouterse in de eerste alinea het volgende. Ik citeer. Laat mij allereerst duidelijk vaststellen, mevrouw de voorzitter, dat onder alle omstandigheden de bestaansgaranties van ons volk niet mogen en niet zullen worden uitgehold. Onze sociale beschermingspolitiek zal onverkort worden voortgezet. Ontwikkeling is voor ons een integraal concept met vele facetten, aspecten en dimensies. Hierbij zijn in onze visie de uiteindelijke doelstellingen sociaal van aard. Uiteindelijk gaat het in het leven om het geluk, de vrijheid en het welzijn van de mens. Daarom is maatschappelijke stabiliteit als uiteindelijke doelstelling van ontwikkeling voor ons een dictaat. Einde citaat. Voor regering Bouterse adien staat voorop dat zij zich blijft inspannen voor de sociale ontwikkeling van de Surinaamse samenleving in het algemeen en het ontwikkelen van het Surinaams menselijk kapitaal in het bijzonder. Deze inspanningen hebben een effectievere impact als ze gebaseerd zijn op wetenschappelijke data van de sociale en economische situatie van het land. Vanuit dat oogpunt bekeken heeft de regering van Suriname prioriteit gegeven aan de implementatie van de zesde ronde van de Multiple Indicators Cluster Survey MIX voor Suriname. Zoals u al zoveel malen hebt gehoord vandaag, MIX is een landelijk onderzoek dat door UNICEF is ontwikkeld om de situatie van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de implementatie van de Sustainable Development Goals in Suriname. Oh,
tabulisa. Bulia tabulisa. Mini no tabulisa. It's not about winning, it's about fun. What's that? Fun is when you... Fun is... It's like... It's kind of... Sort of like a... What is fun?